Een goede morgen. Dit is het laatste filmpje van het jaar. En ook gelijk het laatste filmpje. Zoals ik gisteren al zei, ik scheid er mee uit. Maar morgen ging ik op de weegschaal staan en ik weeg nog 105 kilo. Dus dat is ook weer een prestatie. Dit is het laatste filmpje van het jaar. Ik ga vandaag niet trainen, ik ga vandaag een kerstcadeau in elkaar zetten. Ik heb gisteren de curlstang heb ik al in elkaar gezet. Dit was echt, ik vond het leuk om te doen, maar op een gegeven moment gaat er zoveel tijd in zitten. En je vergeet het ding en bla bla bla. Wat heb ik? Ik ga vandaag niet trainen. Ik heb deze week 4 keer in de week getraind. Maar vanaf zondag tot en met gisteren, woensdag. Vandaag is het donderdag. Ja. Maar ja, vandaag is het ook oudejaarsdag. Ik vind het even genoeg. Ik eet daarom ook een cricketjes met kipfilet. Dit is mijn vriendin. Ze wil er niks meer van hebben. Ook zij wil geen niet meer op de voor de camera. Ik zal kijken of ik er zo kan. Oké, ik ga eten en ik ga de ding in elkaar zetten. Dit is het laatste opname die ik maak in 2015. En ik stop ook met elke dag een filmpje te maken. Ik heb mijn doel nog niet helemaal bereikt. Ik ben nog 5 kilo van mijn ding is af. Van mijn streefgewichtje. Maar ja, ik vind het velletjes, het kost me tijd, het kost me dinges. En voor vanavond heb ik geen oliebollen en ik geen appelflappen. Maar ik heb alleen maar gezond voedsel. Dus een omelet met spinazie en prei en kaas. Dat is het voor mij voor vanavond. Ik heb ook nog kippenvleugeltjes, maar geen vette oliebollen. Geen lange koolhydraten en andere dingen. Ja, wat moet ik over 2015 zetten? Ik had mijn hoogtepunten en ik heb mijn dieptepunten gehad. Mijn hoogtepunten waren mijn reis. En ik bovenop de Chinese muur heb gestaan. Een gewichtsverlies. Het leuk vinden van sporten, wat ik eigenlijk altijd leuk heb gevonden, maar doordat ik in een rolstoel zat en andere dingen, werd het een beetje minder. Ik heb zoiets van, ik ga ermee door. En ik ga nou krachtoefeningen doen. Mijn dieptepunten was dat ik na mijn reis gelijk weer het ziekenhuis in kon voor mijn voet en dat het eigenlijk nog niet goed genezen is. En voor de rest heb ik zoiets van jongens en bedreigd werd door die kutnegen hiernaast. En al komt hij het goed maken, het komt niet meer goed bij mij. Het zal wel hard saaien wezen wat ik nou zeg, maar ik schil hem helemaal blank. U hoort het, ik leef in een oorlogsgebied geloof ik nou. Mijn kat wordt helemaal gek. Ik heb een hond uitgelaten van een vrienden van me, maar de beest kwam meteen weer naar huis en had niet geplast. Dus ik heb zoiets van, jongens laten we 2016 goed beginnen. Ik heb een fles whisky. En
ik neem er vanavond eentje op al mijn vrienden en al mijn kennissen. En iedereen die mij kent, maar ik niet kent, maar ik neem daar wat op. Ik ga eten en ik wens u een heel goed uiteinde. En ik weet, ik wens u iedereen een heel goed begin. Tot ziens. Ik zal nog wel filmpjes blijven maken als ik ergens heen ga. Dat leuk is, zoals naar, ik ga naar Bowie in 2016, een week, of tenminste een dag na mijn verjaardag. Dus, ik spreek u later. Doei!